We staan hier bij het nieuwe natuurgebied in Perkpolder. Dat hebben wij gerealiseerd om de natuur van de Westerschelde te helpen. En bovendien maakt het ook onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder met woningbouw en recreatie om dit gebied economisch en sociaal een nieuwe impuls te geven. Vroeger was het een landbouwgebied. Nu stroomt er Westerscheldewater in, wat een gemiddeld waterpeil van zeeniveau. Dus er komt gemiddeld een veel hogere waterdruk te staan. Nou, die waterdruk die verplaatst zich in de ondergrond richting het landbouwgebied. En de boeren waren bang dat hun zoetwatervoorraad zou krimpen. En om dat te voorkomen hebben wij met hulp van Deltares een kwelvoorziening ontworpen. En we hebben ze ook gevraagd om de monitoring voor ons te verzorgen. En ook het waterschap als beheerder van die kwelvoorziening te helpen bij het goed beheren daarvan. Afgelopen zomer is de dijk doorgebroken. Daardoor is het getijdengebied in werking getreden. En sinds die tijd meten we heel intensief. En de metingen laten zien dat die kwelvoorziening ontzettend goed werkt. Hij verlaagt zelfs de druk meer dan dat zou moeten. En daarmee hebben we dus een hele grote speelruimte gekregen om die zoetwaterlens, die voor de landbouw dus van belang is, zelfs te laten groeien. Ja, dat is natuurlijk geweldig, want dat betekent dat we hier een nieuw natuurgebied hebben kunnen realiseren. Die bovendien het gebruik binnendijks door agrariërs de voortzetting daarvan mogelijk maken. Door de klimaatverandering hebben we te maken in de hele wereld met zeespiegelstijging. En hier kunnen we eigenlijk in Perkpolder leren. We kunnen het zien als een veldlaboratorium voor zeespiegelstijging. We kunnen meten wat de effecten zijn, maar we hebben tegelijkertijd ook een maatregel om effecten van zeespiegelstijging te compenseren. Dus wij bieden hiermee ook een project aan waar we met elkaar van kunnen leren om de know-how die we in Nederland hebben op het gebied van watermanagement wereldwijd weg te zetten.